Yo YouTube, is het hier met vandaag een nieuwe live mowing going for Moab. MW3 Call of Duty, MW3 going for Moab. En we spelen op de map Mission en dit is heel lang mijn lievelingsmap geweest. Dus we gaan proberen gewoon een lekkere Moab te krijgen. En als dat niet lukt, dan lukt dat niet. Maar als deze gameplay 0 om 94 is, ga ik dat hier ook niet uploaden. Dus ik heb al één keer tegen deze enemies gespeeld. En ik kan je zeggen, ze spelen allemaal met support. Of toch bijna allemaal. En dat vind ik gewoon super klote. Dus dan hebben zij zo escort airdrops en zo en EMP's. En dat is gewoon super klote. En kan ik daar iemand pakken? Holy shit, die dude. We gaan hier een granaat gooien en dan ga ik heel snel wegduiken. En misschien loopt hij erin. Hey, daar zie ik nog iemand laggen door de map. En nu ga ik hier gewoon een beetje... Oeh, en daar hebben we weer iemand. Ik had gehef campen, maar toen dacht ik van nee, dat is noob. Dus daar ziet er weer iemand. Holy shit, we zijn hier een beetje keihard bezig. En... Oeh, ah, klotezooi. We stonden al 4-0. Oké, okay, dat is mooi. C, kijk, daar ga ik een granaatje op gooien. Misschien kunnen we daar een kill uit pakken. Oké, okay, shit. We hebben een hitmark gekregen. Daar is hij. Hop, en we hebben hem... De granata dit de trick. Dus misschien... Ik denk naar enemy team. Ah nee. Ik dacht misschien is enemy team B aan het pakken. Dan kan ik daar een kill uit nemen. Nog een granaat. Oeh. Kijk, kijk die dude. Die dude wil even... Ah, je ziet dat niet. Kijk, er zijn daar gewoon twee granaten achter elkaar gevallen. En ik dacht gewoon van... Oh shit. Dos granatos. Nu ben ik dood. Dus we gaan hier proberen nog een lekker killtje te nemen. Daar hebben we nog iemand. En die hebben we... Quick Draw Pro. Dus ik heb een beetje Perks Pro gespeeld. Komende... Wat zeg ik nu? Ik heb een beetje Perks Pro gespeeld nu woensdag. Dus ik dacht, dat is ook al handig als ik meer Pro Perks heb. En holy shit, ineens een shotgunner achter die muur. Gelukkig was het niet zo'n goede shotgunner. Want als je goed bent met de striker, ben je natuurlijk gewoon unbeatable. Dus ik denk dat hij hier nu weer gaat komen. Daar is hij. En nog één. Holy shit, ja, maar die heeft mij niet gezien. Dus ik ga hier gewoon een beetje blijven staan. En proberen te... Dit is niet campen. Oh nee, ja, een granaat. Oh my god, ik ben blij dat ik dat heb overleefd. Oké, okay, ik denk dat ze me nu gaan neuken. Ja, zie, kijk. Hij wist dat ik daar stond en heeft gewoon een sniper genomen. Hij zei, ik ga een hardscopeje leggen. Dus we staan 9-3. En we gaan nog altijd proberen over die Moab te gaan. Het is nog altijd mogelijk. Dus ik moet gewoon 3 kills hebben om mee te beginnen. En ik moet weten waar ze spawnen. Dus dat was hier gewoon... Kijk, ze liggen daar gewoon allemaal te campen. Maar ik heb wel een assist gekregen. En dat is natuurlijk handige Hardline Pro. Kijk, wat? Oh shit, die sniper ligt daar nog altijd. Oké, ja, nu ben ik gewoon een paar keer heel dom gekild en mijn deadstreak is zelf aangegaan. Dus nu mogen we natuurlijk niet doodgaan, want anders springt mijn deadstreak aan. En dat is natuurlijk gewoon ubernoep. Dus ik zie dat er hier veel mensen liggen en dat is waarschijnlijk zo. Dus ze liggen hier allemaal te campen. Dus ik ga hier een beetje liggen. En ik ga mee campen met hun. Dus hopelijk zie ik hier iemand. Please. Ik heb gewoon een paar kills nodig. Als ik quick draw heb. Oké, thanks. Thanks, mate. Oké, dankzij die jongen kan ik nu weer verder. Maar eigenlijk heb ik echt geen zin. Want ik zag dat er hier een enemy was. Holy shit. Die had ik eigenlijk niet gezien. Maar dan. En er ligt daar een care package. Dus hier is er waarschijnlijk een enemy. Daar is hij. Die pak ik. En nu heb ik assassin. Dus nu moet ik een beetje wegblijven van mijn team. Want als zij geen assassin hebben, dan... Oh, my fucking god. Kijk wat er in de lucht zit. Hoe kan dat nu? Wie van... Hè? Wat? Er... Enemy team heeft gewoon een payflow. What? Who the fucking... What? Payflow! Oké, daar heb ik wel iemand van enemy team. Ah, ze hebben een payflow. En je kan in deze map natuurlijk nergens binnen zitten. Daarom was deze map mijn lievelingsmap. Oh my god, ja, je kan hier wel ergens binnen zitten. En Predator Missile, ja, ik ga hier een beetje weggaan. En natuurlijk pakt die Predator Missile mij weer. Wat, wie van enemy team heeft er zoveel kills? Misschien zat er een payflow in die care package. Oké, daar is er iemand. Die heb ik. En nu ga ik kijken of ik hier gewoon een beetje kan staan. Want natuurlijk, als ik nu gewoon rush gebeurt, wat er daarnet gebeurt. Godverdamme, dat enemy team, though. Oké, we moeten hier een beetje... Ik ga gewoon wachten tot die payflow weg is. En... Oh my god, hoeveel staan we? 14-7, dat is echt brak. Maar we gaan gewoon niet meer doodgaan. Ik kan nog altijd een Moab halen als ik dat wil. Ik kan hier ook gewoon campen, maar dat is de, ja, de payflow is weg. Dus nu kan ik hier horen weer weggaan. En natuurlijk, Predator Missile, ja, nou, ja. Daar is de enemy, daar is die. Oké, die heb ik ook. En nu moet ik gewoon snel naar voren gaan. En ik ga proberen terug op het plekje te raken van daarnet. Dus nu even wachten, want ik ben zeker dat die enemy van daarnet weer langs hier gaat komen. Sowieso. Kijk toch niet? Raar. Raar. Ik had de... Oh, daar ligt er een te campen. Mooie camper. Nog één keer en ik heb weer...
En ik heb weer Sleight of Hand. En daar zijn er een paar. Nee. Oeh, oh my. Gelukkig dat ik het op tijd zag. Nee, ze hebben weer een cobra. Ze hebben een cobra. Terug naar mijn plekje. Hoe komen die enemies al zoveel killstreaks? Man, er moet één dude zitten in hun team. Of heel veel geluk met care packages. Of gewoon fucking noob. Oké, ja, dat klopt niet. Oké, daar zit er nog één. En ik moet hier campen tot ik een specialist bonus heb. Want anders... Oké, ik heb specialist bonus, dus nu kunnen ze me niet meer zien. En nu zie ik daar nog iemand. Oké, en ik moet hier weg. Oké, de helikopter is down. Dan kan ik hier weg. En ik ga proberen rustig naar voren te gaan. Ik weet dat er daar sowieso enemies te gaan staan die me staan op te wachten voor revenge. Dus, kom op. Als ze nu maar een hele groep van 9 komen of zo, zou dat super zijn. Oké, maar nu heb ik dus alle perks. Ik heb blind eye en zo. Dus nu kunnen ze mij niet meer zien nergens. Dus, ik heb geen equipment meer. Godverdomme, daar zie ik een camper en ik heb sitrap. Dus hopelijk komt er hier iemand. Godverdomme. Ik weet, ik hoor overal enemies. Echt raar. Oké, maar er zit daar iemand bij zijn dingetje te campen. Oh, daar zit er een. Kijk, die zie ik. Oh, damn. Daarom gebruik ik dus echt niet graag marksman. Dan zie je allemaal namen staan. Maar ja, je weet natuurlijk niet waar iedereen is. Dus, oh, wat is dat? Godverdomme, ik kan hier gewoon niet weg. Oh my god, gelukkig dat ik blast shield heb. Ho, veel enemies, weg hier. Ik kan hier gewoon niet weg. Ik zit dik ingesloten. Dit is echt de slechtste plek ooit. Ik moet hier ergens wegraken. Kijk, zo. En dan ga ik proberen zo. En dan ga ik proberen gewoon dat ding kapot te schieten, oké? En nu... Ik zie... Oh my god, waar zijn al die enemies? Ze gaan ons gewoon volledig kapot cappen. Dus als er nu een ally KA zou cappen... Kappen. Dan kan ik gewoon rustig verder doen. En daar zit er een dude. Wow. Die zag ik gewoon niet. En nu ben ik natuurlijk gestunt. Natuurlijk. Natuurlijk heb ik geen tactical mask. Bestaat dat niet of zo, dat spel? Wauw. Kijk, hopelijk zijn er hier geen campers. Dat was waarschijnlijk niet mijn slimste plan van hier naartoe te lopen. En ik ben low ammo. Wat heb ik gewoon nog altijd his scavenger pakje gevonden? Oké, hier is er wat ammo. Oké, en nu moet ik gewoon nog iemand killen. Want hier gaan er sowieso... Oh, daar is hij al. En die heeft Martidon, Oh my god, Martidon. Zo irritant. Oké, daar zag ik nog iemand. Kom op. What the fuck? Hoe dan? Oh god, hoe kan dat nu? Ik had alle perks. 26, oh gosh. Ik zat er zo dichtbij. Oh, en nu heb ik een random kill met mijn granaat. Oké. Maar damn, ik moet er echt dichtbij gezeten hebben. Want ik kwam van... Hoeveel sta ik nu? 27. En ik kwam van 8 of zo. En dan heb ik een hele stree. Oh my god. En voor degene die zegt van... Ja, je upload die Road to Moab. En hij heeft geld niet in elke video om Moab. Ja, is dat niet de bedoeling? Ik weet het eigenlijk ook niet hoor. Ik denk gewoon dat het zo is. En oh, maar nu ben ik echt mad. Oh, dat is echt schmeid. En nu hebben ze natuurlijk zo'n ding. Een escorteer erop. Dat bedoel ik dus met ze. Natuurlijk, als hij één keer dood had, dan verneuk je heel je spel in, maar... En daar ligt die domme dude in. The final stand. En daar ligt er nog iemand. Kan je hem jumpshotten? En... Oh, shotgun. 29-10. Ja, natuurlijk lukt het me nu niet meer om nog een Moab te halen. Oh, ik zat er zo dichtbij. Hoe ben ik eigenlijk dood aan? Nou ja, ik was hier gewoon zo aan het staan. De volgende keer dat ik een Moab haal, ga proberen te halen, ga ik echt veel, veel voorzichtiger spelen. En holy shit, ineens allemaal dudes hier om de hoek. En, ah man. Oh god, 30-10. We zaten er zo dichtbij. Oh god. Ja, dit was dus weer al de Going for Moab 2. Vond je het een leuke video? Vind je dit een leuke serie? Doe zeker een duimpje omhoog. Ik ben Ace Sid, ik moet niet naar de orthodont. Dus ik zeg, yo, tot morgen.